Op woensdag 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Lelystadse VVD wil dat iedereen zijn hele leven in Lelystad moet kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Hiervoor moeten versneld huizen worden gebouwd en voorzieningen gerealiseerd. Wij staan vol achter onze ambitie van de 40.000 woningen. Geen eenzijdige wijken, maar een stad met een gezonde verhouding tussen verschillende woningtypes. Dat bijdraagt aan een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Wij geloven in de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Wij werken en leren. Iedereen moet aan het werk. En waar het niet vanzelf gaat, dan verwachten we voldoende eigen inzet voor omscholing en reïntegratie. Met hulp van de gemeente. Specifieke ziekenhuiszorg is beschikbaar en blijft noodzakelijk voor Lelystad. Daarnaast willen we dat de zorg voor wie het nodig heeft, dichtbij en laagdrempelig beschikbaar is. De structurele tekorten op de WMO en de jeugdhulp moeten definitief een halt worden toegeroepen. Tekorten mogen nooit worden opgelost door de lastenverzwaring van burgers en ondernemers. We willen graag een einde aan de onnodige belemmeringen en vertragingen en van procedures om te ondernemen in onze stad. En aan agrariërs bieden we de ruimte op hun grond en erf alternatieve economische bedrijvigheid te ontwikkelen. We willen graag dat de controle op de subsidies wordt versterkt. Het gaat inmiddels om het belastinggeld van inwoners. Subsidie verplicht tot een prestatie. Wij willen dat heel Lelystad voor iedereen veilig is. Je mag in Lelystad zijn wie je bent. Iedereen behandelt elkaar met respect. Op school, thuis, op straat. We willen dat onze woonwijken veilig zijn en pakken criminaliteit hard aan. De capaciteit van handhaving en hulpdiensten in Lelystad moet op peil blijven. En waar nodig zetten we in bepaalde gebieden cameratoezicht in als ondersteunend middel. Lelystad heeft zich geweldig ontwikkeld in de afgelopen jaren. We mogen zelfbewustheid uitstralen en zeggen dat Lelystad een geweldige stad is om te wonen, te werken en te recreëren. Voor jong en voor oud. De Lelystadse VVD staat voor een mooie stad, met ons programma ook voor jou. Daarbij gaan we uit van onze liberale principes. We staan voor een stad waar je fijn kunt leven met goede betaalbare woningen voor iedereen en een goede infrastructuur. Een stad met een bloeiende lokale economie waar ondernemers de ruimte krijgen en iedereen meedoet. Een stad waarin je fijn kunt opgroeien met onderwijs dat iedereen gelijke kansen biedt en zorg dicht bij huis. Een veilige stad waar we met respect met elkaar omgaan en waar criminaliteit stevig wordt aangepakt. Een stad waar de gemeente er is voor de inwoners en de ondernemers en waar de gemeentefinanciën op orde zijn. Dat is de basis van ons verkiezingsprogramma. Vind je ook dat we de kansen van Lelystad in de komende jaren moeten verzilveren? Geef ons dan je stem. Maart 2022. De Lelystadse VVD is het tenslotte ook voor jou.